ligt de grootste, dat wil ik graag even kwijt, daar ligt de grootste taalparadijs van Europa. Kerkraden. Ja, Kerkraden. Ik weet niet of je wel eens op vakantie in Zuid-Limburg met open oren door Kerkraden bent gelopen. Verrukkelijk. Het kerkruis, het plat van Kerkraden, je verstaat er geen klap van, maar het klinkt zo verschrikkelijk mooi. Ik liep tijdens mijn vakantie in Limburg een middag door Kerkraden en toen zei een man tegen mij: ach, kiek, toe bist er jekke, biares, toe moest naar Louis en Johan. Dus. Dat zei u eigenlijk. Doe bist der jekke, biares, toe moest naar Louis en Johan. Nee, dan heb ik het toch goed verstaan. Maar hij praatte me door en hij praatte me door. En op een gegeven ogenblik hoorde ik toch waarachtig een woord dat ik kende. Hij had het namelijk over roepen. En daar bedoelde hij rupsen mee. Nou, daar hebben we in Almelo ook last van. We hebben het ook over roepen. Als we rupsen bedoelen. Misschien in Enschede ook wel roep. Ah, jongen, van die dikke vette roep. Ja, hier, roep, eentje. Nou, en misschien kent je ook al die uitdrukking. Tussen Almelo hebben we een hele bekende uitdrukking. Iedereen in Almelo kent die uitdrukking. Die uitdrukking luidt: wie hebt roepen op moos? En wie hebt roepen op moos betekent letterlijk: wij hebben rupsen op de boerenkool. Dat is niet anders. We zijn al lang blij dat we wat hebben in Almelo. En, en wij hebben dus rupsen op de boerenkool. Dus ik vroeg aan die man in Kerkraden: als ik vragen mag, u had het net over roepen. Zegt u hier in Kerkraden misschien ook heel toevallig: wie hebt roepen op moos? Wie hebt roepen op moos? Zei die: nee. Hier in Limburg doen wij er altijd een rookworst op. Een mooie streektaal, vind ik mooi. Ja, ik vind het plat van Brabant lijkt soms ook verrassend veel op het Almeloos. Ik was met carnaval in Bergen of zo, en dan liepen ze er allemaal zo bij. Achamaleutet, achamaleutet. Dan allemaal zeggen we praktisch hetzelfde. Achamaleutet. Dat is ongeveer hetzelfde. Dat is mooi, ja. Het plat vind ik mooi. Ik vind het mooie van de Limburgs. Het Limburgs klinkt heel zangerig. Twents niet. Nee, je kunt zeggen van Twents wat je wilt, maar je kunt niet zeggen dat het zangerig klinkt. Hé, hey, van je lik aan de back end. Is ook mooi. Jawel, heeft ook zijn charme, jawel. Maar niet omdat het zangerig klinkt, dat is weer mooi omdat het nuchter klinkt. Kijk, dat heeft Limburgs of niet, hè? Limburger klinkt nooit nuchter, vind ik. Dat vind ik niet. Maar het Limburgs heeft weer wat anders, hè? Limburgs klinkt enorm, enorm erotisch. Ja, dat vind ik wel. Oeh. Ja, en nu zijn wij het qua erotisch taalgebruik in Almelo ook niet veel gewend, moet ik u zeggen. Nee, een Twents klinkt niet erotisch. Ja, hoewel, dat zeg ik nog wel, maar ik heb gelezen, hè. Meisjes met een Twentse tongval zijn het meest populair bij de 06-lijnen. Omdat ze alles inslikken, hè. Godverdamme, daar gaat u. Ah, daar. Dat je nog net daarom klapt, daar valt me een beetje van u tegen. Smeer eerst. Even de mond spoelen. Mm.